De Google Glass is volgens Google de gadget van de toekomst. Maar volgens hoogleraar Karel Broekhuis kan het gebruik ervan in het verkeer levensgevaarlijk zijn. De bril is vergelijkbaar met een smartphone, maar dan is hij hands-free. Zo kun je gemakkelijk foto's en filmpjes maken en nog veel meer. Ze beloven heel erg veel. Wat ze nu al hebben is natuurlijk allerlei communicatiedingen. Zoals bijvoorbeeld, ik denk aan je internetverbindingjes, je vrienden en misschien wel Facebook of zoiets. In ieder geval ook kaarten, die hebben ze al. En ze beloven nog veel meer. Er komen allemaal apps voor. Dus ik denk dat in de nabije toekomst zo'n ding best wel een echt hebben dingetje wordt. Gaat u hem zelf ook kopen? Nee hoor, dat ga ik zeker niet doen. Bovendien, ik vind dat het in het verkeer gevaarlijk is. Want als je nou wandelen gaat misschien nog wel, maar zeker als je fietst of in de auto zit, dan word je dus voortdurend afgeleid door informatie in je bovenhoek, waar je dan ook je ogen op moet richten in plaats van recht voor je op de weg. Dus ik denk dat dat niet zo handig is. En ik ga het zeker niet doen, nee. Toch zullen veel mensen de Google Glass wel willen kopen. In vergelijking met de smartphone die je in je zak kunt laten, is het lastig om de Google Glass die op je hoofd zit te negeren. Hierdoor kan het gebruik ervan in het verkeer grote gevolgen met zich meebrengen, vooral voor jongeren. Dat komt, als je nou in het verkeer kijkt, bijvoorbeeld op de fiets, dan zie je heel veel jonge mensen met hun smartphone de hele tijd zitten te tikken en te communiceren. En je ziet dus nu al dat dat leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Er komen ook regelmatig ongelukjes voor, kleinere en grotere. En ik denk dat als je met Google Glass voor je neus zit straks, dan doe je helemaal niks anders meer dan als maar door je ogen op de verkeerde plek richten. Het is voor de overheid lastig om de brillen te verbieden, maar er kan wel voorlichting over worden gegeven. Ik denk dat de overheid, die hebben het er nu al over hoor, zeker voorlichting moet geven over überhaupt communiceren terwijl je aan het verkeer deelneemt, hè, met smartphones, mobieltjes en straks met de Google Glass, dat daar heel duidelijk moet zijn dat dat potentieel bijzonder gevaarlijk is en dat dat dus niet moet. Mocht je de bril willen hebben, dan moet je nog even wachten. Volgend jaar komt de Google Glass op de markt.